Mijn beestenboeltje Zutphen. Beestenboel Zutphen. Ja, zet ik altijd alles op. Ja. Maar dit zijn de kamer. Ja, de meeste zitten er alweer onder. Watjes. Ja. Dus ja. Ik ben even deze buurt erna kijken. Oké. Okay. Voor de dieren. Ja, we hebben wel zin in de kelder natuurlijk. Oh. Ja, ja nee. Duikwoning, zeg maar. Ja, nee, ik laat ze ook direct eentje verderop hierachter gewoon weer los. Want dan hebben ze een mooie plekjes. Ja, zeker. Dus. Bij het Vogeleiland en zo. Nee, hier. Oh, hier. Hier zo, in de wijk laat ik ze los. Oh, je laat ze hier los? Ja, want ze wonen hier. Ja, of daar? Ja, maar ik denk niet, want de padden willen wel wonen, blijven waar ze wonen vaak, denk ik. Oké, okay, willen die in de bewoonde omgeving? Nou, waarvoor heb je hem in je tuin steeds? Ja, weet ik niet. Ja, omdat daar die meest... Daar is toch wat lekkers te vinden? Ja, kan die lekker schuilen, padden houden van een beetje... Ja, maar dat buurtje hierachter, ja. Daar, als je nou zo het park in gaat, daarachter is toch het park? Ja. Dat is toch een heerlijke buurt. Nee, dat vinden ze niet fijn. Nee, kom ze er niet tegen. Nee, oh, nee? Nee, nee. Oh. Nee, ze houden liever echt hier van jouw tuin erachter. Oh, nee. Ze zijn welkom hoor. Ja, ja, ze nee. Ze springen, ja. Ja, ja, dus daarom... Nee, ze horen echt bij deze buurt. Ja. Ze willen daar niet naartoe. Ze moeten weer helemaal. Toch een atmosfeer hier, klopt. Ja, en allemaal mensen met rommel achter de tuin. Ja, ja. Dat hebben wij ook. Ja, dus. Composthoop en zo. Kijk, lekker. Kijk, vliegjes. Dat is heerlijk. En dat hebben ze daar niet, hè? Ja, 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 ja. Dus daarom. Dus de gemeente moet minder opruimen. Maar dit doen we trouwens samen met de gemeente. Oh ja. Dit stuk. Ja, nee, maar dit stond elk jaar stonden altijd hele mooie aparte bloemen tussen en planten en zo. Ja, dat heb ik wel vaker gezien. Maar ja, dit jaar is een beetje donker jaar qua licht. Weinig zon gehad natuurlijk. Ja. Nou, nou. Ja, wisselend, hè? Ja, maar heel erg wisselend. Ja, heel erg wisselend. Ja. Meer dan heel erg. Even kijken. Nee, niks. Nou. Anders haal je de puttexel eruit? Nou, eruit. Even gewoon zo omhoog. Zo. Oh, deze zijn los. Oh ja. Kijk er even in. Zo. Nee. En sommige putten moet je... Ja, ze zijn allemaal verschillend. Zo. Oké, nou. Ja. Dat was het. Goed. Succes. Ja, nee, ik heb al succes. Dat heb je al gezien, hè? Deze zijn van vandaag. Dat ja, dat is mijn zaklantaarntje. Oh, okay. Maar ja, ik heb... Maar, ja. Ja, nee. Hè? Ja, nee, ze willen er heel graag uit. Net waren ze al aan het zingen en zo, ja. Oké. Okay. Kijk, maar ik zie hoe blij die is. Hij zegt, oh, hij heeft er misschien wel een maat. Och, jongen, hij is hier, hè? Ah, clowntjes zijn het, zo. Ja, het hoek is ook een heerlijk plekje, denk ik, daar op de hoek. Nee, precies ertussenin. Naast de kerk. Nee, want er zitten allemaal putten en zo. Okay. En dan vallen ze dan in, allemaal randjes en zo. Nee, nee, je moet er toch iets beter over nadenken hoor. Ja. Wat een padje leuk vindt. Want, nee, maar ik bedoel, daar is een stukje mooi grasland met tussen, zeg maar achter de kerk. Ja, tussen de kerk en de berg. Ja, ja, dat ken ik, dat weet ik. Want ik kom natuurlijk overal. Is dit interessant voor ze? Nou, daar heb je een groepje die woont daar en daar laat ik hun los. En het groepje wat ik hier zo uithaal, dat laat ik hier zo los. Ah, zo. Want ze gaan hem toch wel weer, meestal weer terug naar... Naar huis. Ja. Huh? Waar ze het prettig vinden. Ja, op een of andere manier kom ik wel eens mensen tegen en die hebben jaar in jaar uit dezelfde pad op dezelfde plek zitten. Dus... Dus okay, padden hebben toch. Dat zegt iets, hè? Ja, dat zegt iets, dus, ja. Dus ik denk niet dat hij die kant op wil. Oké, ik ga nu de insecten verzorgen. Oké, dat is ook goed. Ja. Mevrouw, ik wens u nog een prettige dag. Doei.